natuurlijk op 2 november 1986 de wedstrijd van de dag, Feyenoord tegen Ajax. Als zo'n wedstrijd eraan komt, gaat John Frederiks dat bij ons altijd zitten kijken van, is er nog iets speciaals te melden? Is er iets leuks met die wedstrijd? En ja, hij vindt altijd wel weer iets. Bijvoorbeeld dit. Weet u dat in de wedstrijd waar het meest gescoord werd in de Eredivisie sinds de invoering van betaalde voetbal, dat nog altijd Feyenoord-Ajax van augustus 1960 is? Het werd toen 9-5, 14 doelpunten. Het was bij rust 5-2. Dan wilt u ook de doelpuntenmakers weten. Schouten 4 keer, Cor van der Grijp 3 keer, Bouwmeester 1 keer en Moulijn 1 keer voor Feyenoord. En bij Ajax waren het Kees Groot 2, Henk Groot 2 en de laatste kwam van Sjaak Zwart. De scheidsrechter toen was Beltman. Toen waren er 50.000 toeschouwers in het Feyenoordstadion. Vandaag 52.000. De scheidsrechter vooraf heette vandaag Jan Rietkerk, u weet wel, die hield alles los en vast bij elkaar. En de scheidsrechter in de wedstrijd is Van Ettikhoven. We gaan kijken naar de samenvatting van vandaag. We gaan naar het Feyenoordstadion voor Feyenoord Ajax. Veel sfeer in de Kuip vooraf. Met als smaakmaker Jan Rietman die het publiek bezighoudt. Aan de kant in Burger, Ruud Heus en Jos van Herpen. De beide Feyenoorders die deze topper wegens een blessure moeten missen. En vervangen worden in de basis door Henk Duut en Kennis Monkau. Inmiddels is de aftrap geweest. En is het balbezit voor Ajax Ronald Velbos. Rijkaard. Ajax speelt in dezelfde opstelling als jongstleden woensdag tegen Utrecht. Spelbos wint het duel met Elstroep. Het eerste in de lucht op de uittrap van Joop Hiele. Tweede minuut van de wedstrijd. Ajax via Muren met een goede dieptepas op Witsche. En Witsche probeert het zelf en heeft onmiddellijk succes. 1 keer eerder pas scoorde Witsche voor Ajax. En dit zal dus zijn belangrijkste goal zijn. Op links en langs Hiele. Ajax leidt binnen 100 seconden. Snelle achterstand voor Feyenoord na de problemen die er waren om 11 fitte spelers bij elkaar te krijgen. Vraag is, kan Feyenoord deze nieuwe klap te boven komen? Muren, dus 3 tegenstanders in, maar hij komt eruit. Weer de snelheid van Witsche, duel met Monkau. Dit keer Monkau net nog op tijd de voeten kussen. Nieuw duel tussen Monkau en Witsche, de overtreding van Monkau, die het duel dreigde te verliezen. Spelbos. Wie zegt dat Spelbos niet over afstand kan pasen? Blind. Overtreding, Duut tegen Van Schip. Rijkaard. Van Basten. Elstroep. Maar Ajax heeft Feyenoord in de tang. Bosman. Rijkaard. Rebound is Van Basten niet gegund. Uitbraakkans voor Feyenoord. Monkau. Buitenspel voorin André Hoekstra. Maar de hoofdrol voor Rijkaard. Siloy. In eerste instantie een beetje weggezet door Hofman. Maar Hofman mag doorgaan. Kans voor Mario Been. Het is geraakt. Van de wedstrijd. De voorzet waar de Ajax-verdediging niet goed bij kan en Been helemaal vrijgelaten heeft dan geen moeite.
Tamata, duel met Blind. Overtreding van Blind, vrije trap Feyenoord. Been. Tamata gaat neer, Van Ettenkoven fluit niet. Spel gaat door. Hofman aan de rechterkant. Weer kappen. Nu zelf doen, Menzo. Blind. Op schip. Overtreding bij Stekers. Vrije trap snel genomen. Niet goed opgelet. Wouters. De stop van Hiele. En Hiele opnieuw. Nu via Wijnstekers. Niet goed opgelet bij het nemen van die vrije trap door de verdediging van Feyenoord. Jacques Troost bereikt Wijnstekers omdat Van het Schipper niet bij kon. En Wijnstekers stoomt op tot bij Tamata. Duel met Blind. En Blind is de winnaar. Wouters doet de rest voor Ajax. Van Schip en Van Basten combineren verder. Vier aanvallers, drie verdedigers. Als Ajax dit handig speelt. Van Basten doet het zelf. Hiele. Via de voet van Hiele. Ajax voor de tweede keer aan de leiding. 21e minuut. Typisch Ajax. Hoe het van achteruit begon. En vervolgens Van Basten het op eigen houtje deed. Hiele kregen nog wel de voet tussen, maar niet voldoende. 1-2. Siloy. Wietje. Oh, wat handig om Moncau heen. Van Muren krijg je de bal altijd wel terug, maar nu is Wietje iets overmoedig. Hiele op tijd eruit. Frankrijkaard. Dit is de 28e minuut. Ajax heeft Feyenoord weer opgesloten op de eigen helft. Molenaar onderschept. En nu kan Feyenoord vooruit gaan denken. Been. Elstroep. Langs Rijkaard, Elstroep. Willem vrije trap voor de overtreding van Wouters. Krijgt hem niet. En Rijkaard komt er dan heel stijlvol uit. Muren. Van het schip, niet buitenspel, Duut stond er in het centrum nog. Van Basten bijna voor de tegenstander. Maar bijna is in dit geval nog niet half. Rijkaard. Blind. Ajax aanval is dreigender dan die van Feyenoord tot nu toe. Wouters. Van Basten. Monco kopt de bal uit de doelmond. Maar Feyenoord zit weer even in de tang. Israël gaat wisselen. 32e minuut. Peter Barendse gaat erin komen. Kennis Monkau moet er dan uit. Kennis Monkau, die totaal geen vat heeft gekregen op zijn directe tegenstander Rob Witsche. Voor hem Peter Barendse dus. De organisatie bij Feyenoord is omgezet. Maar sluit niet helemaal, omdat Hoekstra, die in eerste instantie toch tegenstander leek te worden van Bosman, voorlopig alweer elders een brand moet blussen. Molenaar is de directe tegenstander geworden van Witsche en beslist het eerste duel in zijn voordeel. Elstroep. Rijkaard. Bosman kan kaatsen, Rijkaard kan door. Nipte ingreep aan de kant van Feyenoord. Met een gelukje Feyenoord verder in balbezit. Been met de verre paas, Hofman en weer is Menzo er ver uit. 2 minuten in de blessuretijd van de eerste helft. Mario Been, die
niet terug van op hielen omdat Van Basten die weg afsloot. Leidt balverlies in. Zo houdt Ajax, de tegenstander, in fase onder druk. En nu is Bosman weg en moet hielen eruit. Van het schip en weer hielen. Nu zorgt hij in ieder geval dat de schade bij rust voor Feyenoord tot 1-2 beperkt blijft. Hielen kan er niet lekker bij tegen Bosman. Van het schip heeft dan de kans op een rebound. Maar Hielen had het gevaar zien aankomen. Duurt. Hoekstra. Was vrij op de as van het veld. Bereikt wat gelukkig Tabata. Nu Wijnstekers. Wijnstekers tegen Blind. Spelbos. Barendse. Geen controle. Duurt. Molenaar. Been. Dit is weer uit. Maar nu zit Ajax even in de tang. Duurt. Elstroep van achteraan gepakt. Door Spelbos, maar het spel gaat door. Maar Feyenoord draait Ajax de duimschroef aan. Barendse. Overtreding Ronald Spelbos. Peter Barendse, 20-jarige. Valt niet slecht in deze wedstrijd. Tabata staat bij de bal. Schot van Molenaar. Hofman. Hoekschop. Hoekschop van Hofman zelf. Langs alles en iedereen. En wel het doelpunt. Het doelpunt van Barendse. De eerste 7,5 minuut van de tweede helft waren toch al voor Feyenoord. En na deze parade van missers mist Barendse niet. Is weer gelijk. Rijkaard. Siloy. Langsbeen. Langsduurt. Te korte voorzet. Been kan zich herstellen. Hofman. Geen buitenspel van Elstroep, want die stond nog op eigen helft. Weer voetwerk van Troost. Troost die het dan moet afmaken. Wat scheelt het? Speelt een prima wedstrijd deze Sjaak Troost. De tweede helft ook in offensief opzicht. Hier mist hij de kans om Feyenoord op voorsprong te zetten, maar makkelijk was het niet. Molenaar. Hofman tekort. Barendse. Lastig voor Simon Tamata. Schakelt dus Wijnstekers in. En die doet dit goed. Hoekstra. En zo. Roland Spelbos. 20e minuut. Rijkaard schuift weer in. Opvallend toch dat Feyenoord het offensief uit handen gegeven heeft. Of zich uit handen heeft laten nemen door Ajax. Van Schip. Komt ook met een voorzet. Wietsche. Het is nu 2-3. Het tweede doelpunt van die Rob Wietsche. Niet of nauwelijks gezien. Sinds Monkau gewisseld is. En Molenaar de dekking heeft overgenomen. Maar nu, op dat belangrijke moment, is hij er toch met het hoofd en Ajax leidt weer. Bij Ajax staat Peter Boeven klaar met nummer 12. Krijgt de laatste instructies mee van Johan Cruijff. En Rob Witsche gaat naar de kant. Neemt twee doelpunten mee naar de kleedkamer. Bij Feyenoord. Henk Duut naar de kant. Een verdediger voor een aanvaller. Blinker is de nieuwe man.
gelegd neer. En Bosman mist de kans om de wedstrijd te beslissen. Ruim 11 minuten nog. Feyenoord via Mario Been. Molenaar. En Been. Inworp via Siloy. Inworp Been. Hofman. In ieder geval moet schoppen. Snel genomen en Tamata let niet op. Nu wel. Been. Blinker. Speelde niet veel. Troost. Boeven. Bosman, Boeven. Van Basten. Van Basten komt ver, maar niet voorbij hier. Molenaar, 7 minuten nog. 7 minuten de tijd voor Feyenoord om voor de 3e keer langs zij te komen. Goeie werk van Been, de voorzet van Hofman. Menso eruit, Blinker. Been, gespoord door Rijkaard. Hofman tegen Buur aan. Molenaar tekort. Minder dan 2 minuten te spelen nog. Feyenoord krijgt een inworp. Via Arnold Muren. En Feyenoord heeft haast. Tamata. Hofman. Tamata. Troost gaat door. Troost, Elstroep bij de eerste paal legt terug. Been die inzet, Menso. Hoeft er niet aan te komen, want de bal gaat naast. Vreugde op het vak bij de Ajaxide. Van Etterkoven heeft al 2 minuten extra tijd bijgetrokken. Maar Ajax gaat hier winnen met 3-2. Dat kan bijna niet anders. Na een wedstrijd die goed was voor het publiek. Goed voor Ajax. Omdat het de race met PSV volhoudt. En goed voor Feyenoord tot op zekere hoogte. Want voorlopig verliest het de eerste van 2 confrontaties die van levensbelang zijn deze week. En houdt het de race met PSV en Ajax even niet vol. In mijn opstelling dien ik Rietkerk te vervangen door Rietman. Waarvoor? Sorry Jan.